traditionele nieuwjaarsduik in de polder tussen hoge en lage zwaluwen. Het is niet extreem koud, maar ik doe het straks al die mensen absoluut niet na. Ik heb enorm respect voor ze. We kijken ongeveer naar, denk ik ongeveer een 100 mensen, heb ik me stilletjes laten vertellen. En natuurlijk veel succes straks allemaal en een ontzettend gelukkig nieuwjaar. Daar is iets nieuws. Ja, ja, John, ik ben goed op de hoogte hoor. Daar komen altijd, scoren altijd mee. Het nieuwe zwembad van onze gemeente. Nou, dit wordt wel een van de mooiste toeristische parels van de gemeente. We gaan even de temperatuur meten dadelijk. Heb je er een weddenschap op gezet? Nee. Heb jij er een weddenschap op gezet? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Ik kan misschien nog terug, hè? Voor het water kan ik misschien nog terug. Ga je niet maken, maar ik doe het je niet na, hè? Doe het je niet na. Ga je ook nog duiken? Ik ga duiken, ja, ik ben daar helemaal klaar voor. Nee, maar zo is wel super, hè? Even lekker ingepakt staan. Nu? Ja, dat ik nog even mijn jas aanhoud. Ja, zeker. Succes. Zo lang mogelijk. Welke weddenschap heb je afgesloten? Ik heb geen weddenschap afgesloten. Je doet het gewoon zo? Hij zegt gewoon, doe maar mee. Nou, ik vind het super. Super. We hebben halve zomer. Ik ga daar vragen aan de trommelaar van het meisje Baal. Wij kennen ook al zo'n spannend roffeltje, hè? Want het is natuurlijk daar wel heel spannend. En wij hebben geen pistool, maar wij gaan daar wel ergens aan de zijkant, niet voor de camera staan met z'n allen. En als jullie dan 1, 2, 3 en dan stem. Ja, dan, ja, ik wil iedereen krijgt de kans. We doen geen zwaar sportief meer, maar... Nee. Oh ja, dames en heren, weet je wat we gaan doen? We gaan even kijken. Ja, we gaan wel even goed een beetje, ja. Fractievoorzitters, om even de mensen warm te houden, de duikers. De fractievoorzitters staan voorop. En rond de hart om en jullie draagt aan. Maar nu niet laten. Ja, kom. En kom maar warm te houden. Heren, en de hart om de mond. Moet ik zaken? Oh nee, dat gaat wel. We willen kijken. Ja. Kijk dit. Dit wil je zien in de gemeente Drillen. Ja, dankjewel. Nou, viel wel mee, ja. Okay. Het was lekker koud. Goed zo. Kom eens. Was het een weddenschap? Nee. Oh, oké. Okay. Nou, viel het mee? Heerlijk weer. Echt lekker. Volgende keer doe ik mee. Dat is een afspraak. Doe ik, hè? Afspraak. Oké. Wat vind jij ervan, Gordé? Zit nou het nieuwste zwembad van de gemeente Drimmelen? Nou, voor mij mag het wel verwarmd zijn op dit moment, maar... Je bent de eerste die het opmerkt. Gaan we gauw wat warms aantrekken. Super. Ja, ik heb ontzettende respect voor deze mensen. Ik heb net beloofd dat ik volgend jaar mee zal doen. Dus dan moet ik maar aan mijn woord houden. Hartelijk applaus voor het Meisje Baal.
Jo van der Vlis, bekende naam. Nu zijn de rollen eens omgedraaid, dan mag ik jou eens vragen. Jij bent een van de initiatiefnemers, toch? Ja, ooit een keer opgezet. Overgenomen van jochies van de voetbal. En in deze huidige opzet. Was leuk. Met toestemming van die jochies, hoor. En hoeveel keer is het nu? Negende, toch? Dat is de negende keer, dus volgend jaar jubileumjaar. En blijf je dat nog lang doen, dat organiseren? In ieder geval volgend jaar natuurlijk nog. Met een heel team trouwens. Hè. Oproep bij deze aan jongelui. Van kom erbij, we willen het wel graag een beetje verjongen. Hoeveel mensen denk je dat er dit jaar meegedaan hebben? Als ik het zo even schat, dan waren het er wel 100. Maar ik moet even kijken bij de medailles die uitgedeeld zijn. Dan weet ik het precies. Maar het zijn er altijd zo'n 100, dus nu ook wel denk ik. Nou, mag ik je danken, jij en natuurlijk alle andere mensen achter het scherm, voor het ontzettende gezellige traditionele festijn elke keer weer. Het is ook hartstikke leuk en leuk dat jullie dat altijd komen filmen. En volgend jaar, dan reken ik weer op jullie. We doen het, dankjewel Johan. Oké, graag gedaan. Nummer 3 is geworden en die krijgt dan een extra waardering, geen prijs. We hebben net twee kwart op nummer 1. Nummer 3 extra waardering is voor meneer Slingeland. Nummer 2 is geworden iemand die bezuinigd had op zijn zwembroek. Die hadden we graag naar voren gehad. De plastic zak. Hey! Gefeliciteerd. Okay. Nummer 2 was dan was het jongetje, toch? Ja, heren, zeg eens. Onze politiek gevangenen en zijn vriendin. Waar zijn ze? Ja? Die twee? Ja? Ja! En wie van jullie had de hoed op? Ben jij nummer 1 geworden? Ja! Applaus! Applaus voor deze twee jonge kanjers. Nou, het was toch nog niet allemaal zo heel duidelijk voor de politiek, maar ik had al 300 keer gezegd, dat kan niet, ex-egro. Stuur alles in de war, politiek, nou, dat zijn we ook gewend. Toch? Of niet dan? Nee, maar alle gekheid op een stokje. Ik, als organiserend comité vind het hartstikke leuk dat jullie zo spontaan en enthousiast gereageerd hebben. En wij wensen jullie een zeer intensieve, maar leuke campagne. En ja, laat elkaar heel. Dat vind ik het belangrijkste. Heb respect voor elkaar. Ja, in ieder geval hartelijk bedankt. Nou, ik wil in ieder geval de organisatie nog even bedanken voor de goede inrichting en voor de soep en zo allemaal. Dus allemaal even een applausje voor de organisatie. Dankjewel. Mensen, er is waarschijnlijk nog wel wat snack, groenwijn en chocomel. U hoeft niet gelijk weg.